Yo, gastjes en gastina's, welkom bij een nieuw deel in de DHD Survival Serie. Ik ben vandaag weer op een server en ik ben druk met een ander project bezig, ook voor de DHD. Voor de rest krijgen jullie allemaal te zien op de DHD kanaal, om het te herhalen. Dat is, ik geloof 8 maart komt daar een video vanuit van waar we mee bezig zijn, dus check die kanaal even. Iedereen kent zijn kanaal wel. Maar daar zijn we nou hier voor. We zijn hier vandaag om te survivalen. Ik ben vandaag niet alleen. Vandaag ben ik weer eens met Joey. En ik wil Joey zijn huis even zien, want die gaan we binnenkort verhuizen. Het cookie monster. Maar jij moet hem nog even unlocken op mijn naam. Nee, dat is toch niet nodig, want ik ben hier beheerder, hè, van deze dorp. Ik ben oudste, dus ik moet door elke deur heen kunnen. Kisten maakt me niet uit, maar door elke deur. Want als ik af en toe wel eens wat wil laten zien aan mensen, ja, dan is het wel zo makkelijk. Nou, kijk eens, ik kan er nu... Je hebt een kelder gemaakt, zei je? Ja. Oh, weet je wat, met de vuistje ga ik je wel helpen. Weet je wat we doen? Want jij neemt hier toch ook op, of niet? Ja. Nou, als we nou een keer in een uitzending voor jou, dat we nou eens een keer samen je huis gaan verhuizen. Nou, dat klinkt lekker. Dat gaan we gewoon doen. Weet je wat, dan gaan we dan ook even een plekje ervoor zoeken. Want hij staat een beetje hier in de weg. Voor iedereen vragen waar je gaat bouwen, dat doet iedereen. Ja. En ik keek in je boxjes, joh, of je onderbroek of wat het was. Je bent een beetje hardig. Hé, hey, krijg je nog wel genoeg lucht? Je slaat een beetje blauw aan namelijk. Oké. Ja. Het ziet er wel tof uit. Dan misschien kunnen we ook wat veranderingen aan je huis brengen. Weet je wel, misschien een beetje breder maken, het dak misschien wat groter. Ja, inderdaad. En misschien kunnen we misschien nog wel een villa maken of iets. Ja, wie weet, hè. Je weet maar nooit. Want ik denk dat je niet zo'n bunker wil als William. Maar wel tof. Nee. Ik vind het een aparte stijl. Weet je wat ik ook nog even snel doen, voordat we verder gaan met dit projectje? Ja, hey, jongens, ziet er nice uit, toch? Ja. Ik wil van buitenkant wil ik, weet je, dat doe ik samen wel met Rico, anders vind ik het ook een beetje raar, want ik weet dat Rico daar zijn huis heeft gebouwd en het ziet er ook wel gaaf uit. Ja, zeker. Ja, ziet er wel leuk uit. En daar woont ook weer een nieuwe inwoner, daar woont Thomas van Powerminer. Powerminer, ik zeg altijd Powerminer. Nee, is het nou Powerminer of Powerminer? Powerminer, oké. Okay. Klaar, raak altijd in de war. Daar hoef je een shout-out naar te doen, dat is een Engels kanaal. Engels kanaal, ja, maakt niet uit. Maybe we can speak English too? No comment. Nou, dan gaan we gewoon naar Engels, weet je wel. Hi guys, my name is Gonzi. Welcome to the DHD Survival server. And we're playing survival this time. And this time we're gonna build on this tower. It's a large tower. We're gonna use a lot of wood and a lot of stone. And we make it higher. And we're making an enchantment table in it, like a witch tower. And it's gonna be awesome. Right, Joey? It's gonna be awesome. Awesome. It's gonna be awesome. It's gonna be fucking awesome. That's what I mean. Maar dan gaan we weer verder in Nederlands. Dat klinkt eigenlijk, dat wil ik straks wel eens even terug horen hoe dat klinkt. Ja. Maar dat gaan we doen. Kijk, ik zit erna te denken op de buitenkant, zoals dit. Dit straks, dat gaan we gewoon een gedeelte van steen maken. En dat kleurt er weer mooi bij. Maar ik wil eerst de bovenkant gewoon af hebben, dus we gaan even omhoog klimmen. We gaan klimmen. Hier langs. Ja, de meeste mensen hebben dit nog niet helemaal gezien. Ik heb ze wel laatst heb ik ze de Ender Farm en zo laten zien. Toen was ik geloof ik samen met William en met Rico. Zo. Ja, ik ben hier met het dakje bekken, heb ik al een beetje gedaan zoals je ziet. Oh. Dus kijk maar, ik geef je even wat hout. Maar komt er ook zo'n gouden klok in of dat niet? Een gouden klok? Nee, het is geen Big Ben ofzo. Dus ik geef je dit, dan moet je een woed van maken. Wow. Dan klim ik gewoon bovenop en dan ga ik vanaf de bovenkant beginnen en dan... Of ja, je moet zelf doen hoe je het zelf wil. Maar het moet een beetje zoals dit worden, als die kant, hierachter. En het begint donker te worden. Nee, spooky. Even kijken, ik heb deur, dus dat scheelt weer. Dus ik ga even omhoog klimmen. Zie, dat ga ik gewoon zo doen. Ik denk dat je mijn idee wel een beetje weet. Zie, zoals dat zeg maar, dus in simpel, heel simpel, hij moet deze kant helemaal omhoog gebouwd worden. Ja. Kijk, voor dit soort projecten, van deze hoge projecten, daar is echt handig dat je fly hebt. Heb je fly? Nee, ik heb geen fly. Maar misschien wordt het maar eens tijd dat ik support word. Nee, wel grapje. Nee, je moet geen support worden als je het alleen maar op fly doet. Natuurlijk, het is makkelijk. Maar toch. Even kijken, ja, dit heb ik gedaan.
Maar ik denk van, goh, laten we samen eens een keer bouwen, weet je wel. Een keer eens wat anders dan alleen maar derpen. Vorige keer dat je mee had gedaan, dat was nog tegen de Wither, volgens mij. Ja, dat ik die mooie Witherstar veroverd. Die kan hem niet leveren. Ja, ons alle werk laten doen en hij gaat er doorheen. Wat gebruik jij trouwens? Een Ender Pearl? Ja. Oké, okay, ja, dacht ik al. Ik gebruik gewoon een Ender Pearl en ik ging naar binnen. You sneaky bastard. Oké, dit moeten we dus wel even, dit moet niet dicht. Want jij, de beacon moet er doorheen. Ik denk dat we daar gewoon een stukje, dat ik hier een torentje op ga maken. Ja, toren op een toren, klinkt vreemd. Maar ik denk dat ik hier dan, even kijken als het een beetje uitkomt. Volgens mij dan zo. En dan moet ik het van die kant ook nog even maken. Oh ja, kan ik. Jongetje. Vraag is, heb jij nog spruce logs of heb jij overal hout van gemaakt gelijk? Ik moest van jou overal hout van maken. Ik kan zo terugkijken in de video. Oké, dan moet ik even omlaag. Even zo. Dan moet ik even wat spruce wood. Ik vind het echt ideaal nou van die grote bomen, weet je, van die spruce bomen. Dat ze nou zo hoog worden, want je kan er bijna anderhalf stek uithalen. Mits de grote. Net zo, als we nu alleen nog timmermotten zoiets erin doen, dan is het nog steeds nog fijner. Ja, klopt. Dat is ook zo. Ja, zoals een tree farm. We moeten ook binnenkort, dat lijkt me ook wel tof, dat wil ik sowieso ook even met twee of drie mensen doen. Dat we eindelijk een keer even een goede animal farm maken. Want daar in het midden, even kijken, hier zijn we naar beneden. In het midden daar bij jouw huis, waar die koeien steeds zijn. Maar heel vreemd, maar die dieren hier, die ontsnappen steeds. Hoe? Ik snap het echt. Voor mij is het een beuk of zo. Ja, dat zou wel kunnen zien. Nou weet ik dat Minecraft 1.7.5 ook ondertussen al uit is, volgens mij. Nee, ik heb nog geen update over gekregen. Nee, het is geen update, maar het is gewoon, er zit gewoon wat, er zijn gewoon wat server fixes zijn er en dat soort dingen. En noem maar op. Oké, dan ga ik hier verder. Ja. Nee, maar wat vind jij van het idee dat dit een soort wizard tower wordt? Dat we hier straks wat brewing stands gaan neerzetten? Nou wordt het wel helemaal leuk. Kijk, dan doen we wat gekleurde glas doen in de ramen en zo. En dat we hier gewoon, ik weet niet, je hebt hier ook een mooi uitzicht. Vond ik persoonlijk. Eigenlijk zo'n soort... kerkpatroon, wat je ook in die kerk hebt. Kleurglas en zo. Ja, nee, dat vind ik te kitscherig. En dan heb je wel een gevoel van een wizard tower. True, true. Maar dat komt wel goed. Oké, dan ga ik hier omhoog, want dan wil ik even zien of het werkt. Kijk, mijn idee was om dan zeg maar, ik weet niet wat jij ervan vindt. Even zien, daar zit er een. Je zit er met je dikke kont vol, goed zo. Kijk, eerst zat ik te denken van, ik zet daar een lock neer, ik zet daar een lock neer, ik zet daar een lock neer. Maar dan vind ik persoonlijk, dan zie je alleen maar locks. Ja, klopt. Als ik het nou gewoon zo doe, die haal ik weg, niet door het gat heen vallen. Ik ben al heel vaak door dat gat heen gevallen, hè. Niet hierboven, maar wel iets hoger. Even kijken, als ik het nou zo doe, daarheen. Oh, nou ja, heb je een X bij je? Mooi, oké. Okay. Zie, dan doen we nog eentje hoog. Ik heb tegenwoordig een hele mooie ex. Is het zo? Wat voor een heb je? Fortune 3, Unbreaking 3 en Efficiency 4. Oh, ik heb, met deze heb ik Unbreaking 3, maar dat heb ik met zin gedaan. Want mijn andere Diamond ex heb ik Efficiency 4 met Fortune 3. Zie, ik wil later, als ik deze dus helemaal heb gebruikt, wil ik ze samenvoegen. Zou dat niet dan too expensive worden? Nee, valt wel mee hoor. Nou. Hey. En ik heb eigenlijk een Silk Touch pickaxe, dus ik vind het wel best. Ik heb ook een Silk Touch pickaxe, als het goed is. Maar ik gebruik heel vaak, als ik gewoon hier buiten ga bouwen en dat soort dingen, of in de mine, ik gebruik heel veel iron nou. Diamond gebruik ik bijna nooit meer. Nee, het is op zich best wel handig als je snel wil minen, maar True. Als je gewoon rustiger bouwen bent, dan kan je beter iron gebruiken. Ja. Het is goedkoper. Klopt, daar ben ik ook helemaal met je eens. En nadel, ja, even kijken of we dit verder gaan doen. Zo. En dan denk ik gewoon dat we het heel simpel gaan houden. Ik denk dat we... Die staat zo, ja. Het is jammer dat ik geen steen bij me heb. Maar ja, ik heb cobblestone bij me. Oké. En stone bricks, ja. Maar ik heb een stack stone in de oven zitten. Oké. Nou, doe het eerst wel even zo. Doe het eerst wel even zo. Hebben, moet je het gewoon zeggen. Ik doe het eerst wel zo. Moet wel goed komen. Kijk, ik denk van zijn zoiets. En dan hadden we hier dan nog even een stuk glas. Heb ik glas bij me? Nee, ik heb geen glas. Dat we hier nog een stuk glas of zo doorheen doen. Of erbovenop. In een donkere kleur. Of in donkere kleur, misschien paars. Weet je wel, paars. Zal ik even kijken thuis of in de opdracht? Maar nou het volgende. Leuk om dat we hier nog gebouwd hebben en dat zingen. Maar hoe willen wij nou naar beneden gaan? Ik wil eerst nog even kijken of het dak wel een beetje klopt zo. Hoe vind jij het dak zo? Ziet er goed uit, toch? Ik vind het netjes. Ja, als we nou nog even zo gaan doen, dan maakt het net nog even af. Even bij die, zo,
Als is weer te hout terug. Ha, hout. Het is allemaal van hout. Ja. Waarschijnlijk heb je wel een ontsnappingsroute naar beneden gezien. Ja, nou, dan spreek ik gewoon zelf mot. Kan me niet schelen. Oké, ik ga eerst even wat eten, voor de zekerheid. Want ja, ik denk toch dat ik dood val, maar... Nee, ik ga via deze kant, want die kan ik net wat makkelijker. Hoe de hel kom ik aan cooked chicken? Ben je dood? Nee. Oké, dan kom ik aan, oh, ja? Opletten wat ik ga doen. Hé, hey, what the fuck, ik pas hier door het gat heen. Zijn mijn vriendin gisteren ook, maar... Zie je, kijk, hup. Jouw... Hé, hey, nou is gehaald. Voor de rest, ja, ik denk dat we dit dan gewoon ook een beetje met hout gaan maken en steen. Ja, wat ik zei, kijk, dan moet je weer een beetje aan de buitenkant, want ik wil meestal diepgang erin hebben. Ha, snap je hem? Eerst met een vriendin over het gat en toen diepgang. Ha. Maar ja, ja, wat zou ik zeggen? Ja. Yes. Ja, nee, maar dan wordt het te klein. Nou, ik wou je alleen maar opsluiten. Ja. Dus als jij nou zegt, als we nou zeggen van, even kijken hoor. Hier komt sowieso glas in. En dan wil ik hier nog een houten dakje bij op hebben, weet je of? Dat is wat we hierboven hebben gemaakt, dat het dan aan die rand, hier bovenop komt nog. En dat het dan zo scheef loopt, maar dan moeten we even, dat wordt gevaarlijk werk, denk ik. Ga het proberen. Dat doen we wel, laten we wel aan Rico over. Ik ga het gewoon, ja maar, ja. Wat er vergaan niet. Nou, dat weet je maar nooit. Kijk zo. Hé, hey, pst. Ja. Zie je tuintje van jou boven? Oh, ik heb een tuintje in mijn hart en alleen voor jou. Dit is zo dat je echt zoiets denkt van ga ik het halen of ga ik het niet halen? Als ik hier in het water ga springen zo. Ik ga het wel halen. Ik ga het wel halen op zich. Fuck nou, you. Nou, doe dan. Yay. Ah, jammer. Oh, ja, kijk, het glas. Bij wie deed ik het toen nog? Voor mij was deed ik het toen bij William ook. Die liet ik ook zo vallen. Nou, dat is gewoon te verleidelijk om het gewoon niet te doen. Inderdaad. Okay. Zat hij net op één zo'n klein blokje. Oké, als je... Hey, als je nou even achter je huis gaat kijken, dan moet jij even zeggen hoe dit staat. Dat zal ik zeker doen, meneer Gonzalo AK Lawrence. Goed, AK of EK? EK, ik zeg het altijd in het Nederlands, ik weet niet waarom. Ja, maar dat snap ik. Namens, ik snap de Nederlandse versie van Minecraft. Ja, ik ben gewoon iemand die houdt gewoon van Engels, weet je wel. Het liefst kijk ik ook, als ik Engelse programma's kijk, gaat bij mij nooit een Nederlandse ondertiteling eronder, hoor. Ja, of moet er toevallig onder zitten dat er niet eraf kan. Het ziet er wel nice uit, hoor. Alleen, het enige wat er dan nog niet uitziet, is het, zijn die gaten. Gewoon... Welke gaten? Ja, wat nog niet opgevuld is. Maar dat komt ah, ja, maar dat hou je toch wel. Nou, ja. Maar ik zit er denken waarmee. Ik denk, ja, wat ik zei, gewoon misschien met stone bricks of met stone. Even kijken, daar hebben we kobbel. Mijn huis daar is ook voor kobbel. Ik weet niet, wat zo mooi is dan? Denk jij kobbel of stone bricks? We kunnen altijd gewoon één om één plaatsen, maar even allebei naast elkaar, dan kunnen we het vergelijken. Ja, weet je wat, ik pak even wat stone gevalletjes erbij. Ik heb alleen gestone, ja, het stone brick bij je, zei je, hè? Ik had de stone brick. Oké, ik zit zelf te denken om misschien zo te gaan maken. Hup, en dan, hup, en dan, hup, zo. En dan, even kijken, zo. Oh, we hebben alleen maar white stained glass. Oh, maar dat kunnen we later gewoon maken, want we een die maken en dat soort. Maar ik zit te denken om het zo te gaan maken. En niet over een randje heen hangen, alsjeblieft. Zou ik nooit doen. Ik zeg wel, niet gaan lopen. By the way, ik heb 12 stone bricks. Een beetje weinig, man. Kijk, ik zit te denken om het zo te doen. Zoiets, maar het lijkt misschien ook een mooi. Als je probeert dat hier dus. Zet hier een stone brick neer. Aan de kant jij. Hem op de lof. Zo ja, en dan daar stoombrik. En dan ga ik even naar onder en dan ga ik even controleren. Zo gaat hij wat sneller. Hup! Dan komt hier het water aan. Twee hatjes. Nee, maar ik ben een derde level. Oh ja, moet ik even naar de andere kant natuurlijk, want het zit aan die kant. Even kijken. Hup! Eén hatje. Even kijken.
Ja, ik zie het. Oh ja, die dirt zit ervoor. Kun je dat dirt even weghalen? Het zit er allemaal voor, ik kan niks zien. Even een schepje pakken. Schepje. Nu ook weer dit omhoog halen. Zie, ik heb toch Optifine, dus... ik hoor net ook moet eten. Oké, nou ja, we gaan toch zo de aflevering afsluiten. Ik denk persoonlijk dat het mooier is met Stonebricks. Ja, oké. Oké, maar ik denk, ja, omdat het toch een wooden tower is, dat het misschien met hout doet. Weet je wat? Wat we doen? Als we laten we de kijkers gewoon beslissen. Wat gaan we doen? Gaan we dit met kobbel doen? Gaan we dit met stone brick doen? Of gaan we dit met spruce wood doen? Jullie mogen beslissen. Ik ga kijken wat jullie ideeën zijn en dan zien we jullie de volgende keer. Vergeet niet te abonneren op Joey. Zijn kanaal is The Chilver Games. Ik ga binnenkort wel eens wat meer met hem doen. We gaan binnenkort met z'n tweeën wel even een serietje even doen. Dat wat. Misschien ga ik binnenkort ook alleen een keer een serietje op zijn kanaal doen. Dus hou zijn kanaal even in de gaten. Zijn kanaal komt onder in de beschrijving. Vergeet niet het blauwe duimpje natuurlijk even te geven. En te abonneren op Gonzi Games. En dan zien we jullie de volgende keer weer bij de volgende DHD Survival. Voor nu zeg ik mensen, later!